Op 3 augustus is het weer tijd voor Museumnacht. Dan zetten 20 Antwerpse musea hun deuren open en zijn er tal van activiteiten, zoals bijvoorbeeld workshops, muziekoptredens en vertellingen. Ik ga hier in het Fotomuseum al eens kijken wat ze allemaal van plan zijn. Hallo, dag Naomi. Hey Anke. Het is bijna zover, Museumnacht. Wat is dat eigenlijk precies? Dat is een avond waarop 20 Antwerpse musea hun deuren openen na de openingsuren en allerlei activiteiten zoals workshops en lezingen organiseren. Er zijn ook muziekconcerten en allerlei eetgelegenheden. En die avond kan je met één bandje al die musea bezoeken en deelnemen aan al die activiteiten. En die activiteiten, kan je daar misschien een voorbeeld van geven? Ja, elk museum heeft zijn eigen activiteiten afgestemd op hun tentoonstellingen. Je kan in het Rokokshuis kan je rijstpap gaan eten. En bij onze buren hier in het Muka kan je mediteren met plasticine. Hier in het Fotomuseum stemmen wij al onze activiteiten af op onze tentoonstelling naar aanleiding van 50 jaar maanlanding. Maan Moon heet die tentoonstelling. En we organiseren bijvoorbeeld een fotobooth waarin je echt in een ruimtepak kan kruipen en je eigen vlag op de maan kan planten. Daarnaast hebben we ook een origami space station waar je een raketje of een maan of een ster in origami kan vouwen en mee naar huis kan nemen. Superleuk, ik zal er zijn. Naast het Fotomuseum doen er nog 19 andere musea mee aan de Museumnacht op 3 augustus. Er is trouwens ook een afterparty in de oude Sint-Augustinuskerk in de Kammenstraat. Dus koop een ticket en wees erbij.